Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het met de MSBS, oftewel de MS Bullshit. Want het is eigenlijk best wel een bullshit wapen. Het is wel een van de sterkste wapens in de game. Alleen hier zou je denken van... misschien is het toch niet zo sterk. Want ik krijg bijna dus geen kills, of beter gezegd, ik krijg geen hits. En jullie hebben waarschijnlijk de titel toch al gelezen, dus ik hoef niet allemaal omheen te praten. Nou, ik ben dus een hack lobby gejoind gisteren. En ja, maar moet ik wel zeggen, ik vind het verschrikkelijk. In eerste instantie dacht ik dat die mensen immortal waren. Maar volgens mij is deze hack vrij onschuldig. Want ik geloof niet dat deze mensen immortal, oftewel onsterfelijk zijn. Maar het principe dat deze game binnen een week al volledig gehackt is eigenlijk, is wel heel erg. Want ik denk als ze zulke dingen kunnen hacken, dat ze alles kunnen hacken. Want het was al bekend dat voor de release van de Call of the Ghost dat er al een prestige hack was. Of een soort van level hack, waarbij je al heel snel kon levelen en al die onzin. En dat is enorm slecht. De game is nog niet eens officieel uit en er bestaan dus al hacks. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, prestige hack, daar vind ik enorm gay. Als iemand een prestige hack doet, dan vind ik echt super triest. Maakt niet uit wat voor excuus je ervoor hebt, ik vind het enorm triest. Alleen, dat is dan nog tot daar aan toe, weet je. Ik heb er niet echt heel veel last van. Tenzij natuurlijk ik in de lijst kijk en ik zie allemaal mensen staan die allemaal super hoge prestige allemaal zijn en super slecht. Dan weet ik eigenlijk al genoeg. Dan heb ik al zoiets van, ja, waarom doe je dit, weet je wel. Alleen, verder heb ik er niet echt last van. Het is niet zo van dat mensen mij auto-aim hebben of door de muur heen kunnen zien of iets in die zin. En ja, het lijkt erop dat het nou wel gaat komen. Want dit is de eerste hacklobby waar ik ook echt ingejoined ben. En hierbij is het zo dat de teammates zien eruit als enemies. Dus iedereen op de kaart is een oranje stipje. En iedereen heeft een oranje naam. Waardoor het lijkt alsof het free-for-all is. Het is geen free-for-all, het is domination. Je ziet verder de vlaggen, de objectives, zie je ook niet eens op de kaart staan. Ze zijn wel in de game, maar ze staan dus niet op de kaart. En verder ja, je moet maar gokken, is het een teammate of is het een enemy? Soms zul je dus niet schieten op een teammate en dan blijkt een enemy te zijn. Of andersom, wat je heel vaak zult zien. Ik schiet nou iedere keer maar voor de zekerheid op de enemies. Of op de teammates, of what the fuck het ook is. In ieder geval op de mensen die ik dus zie lopen. En zoals ik al zei, ik denk dat dit de eerste stap is van een volledig gehackte Call of Duty eigenlijk. Want volgens mij is dit toch wel ongeveer gelijk aan auto-aim. Ja, auto-aim misschien niet, maar... ja, als je zulke dingen kan hacken, dan denk ik dat je ook heel makkelijk gewoon Immortal en al die shit kan hacken. Dus ik ben bang dat Call of the Ghost binnen nu en een maand volledig gehackt is. Hopelijk zullen ze het patchen, maar aangezien elke Call of Duty eigenlijk gehackt wordt en geen één Call of Duty gepatcht wordt, neem ik niet aan dat hier wel het geval zal zijn. En hier is gewoon het probleem dat het nou al gewoon binnen een week is. Want vorige week woensdag kwam de game uit, vorige week dinsdag was het zelfs. En ja, het is nou dinsdag dat deze video online staat. Ik heb deze video dus op maandag gemaakt. Dus binnen een week is hij al gehackt. En ja, ik vind het erg. Ik vind het serieus enorm erg. En je zult daar ook die Trinity Rocket zien die ik net heb gehaald. Dan zal ik hem ook incallen. En dan zie je ook iedereen op de kaart is gemarkt als een enemy. Dus ik weet nog niet op wie ik die dingen moet callen. Maar kijk maar hier. Iedereen is te zien op de kaart. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik moest dus naar linksboven. Maar ik heb volgens mij één kill. Ja, maar het principe is dus. Je weet niet of je hem dus op een teammate doet of op een enemy. En dat is gewoon fucking irritant. En als je ook linksonder in beeld kijkt, je ziet daar die punten, ja, dan weet je eigenlijk al genoeg. En ja, het is gewoon triest. Het is gewoon enorm triest. En het allerleukste van alles is nog, dat volgens mij mijn stadsdienst werden opgeslagen. Want als ik op select druk in game, dan zie je mij ook niet erbij staan. Je zit wel in de killfeed, maar als ik op select druk bij de spelers, sta ik er niet bij. Dus hoe dat dan precies zit, weet ik ook niet. Maar ik was benieuwd of jullie eigenlijk al een hacklobby tegen waren gekomen. En dan een hacklobby... zoals dit, of juist is heel anders. Ik zou zeggen, laat me in de comments achter. Ik ben in ieder geval enorm benieuwd wat jullie allemaal tegenkomen zijn en waarop. Want dit is op de PlayStation 3. En op de Xbox zou die waarschijnlijk ook al gehackt zijn. Want dat is allebei enorm makkelijk. De Xbox was volgens mij al heel snel te hacken. De PlayStation had een iets betere beveiliging. Maar tegenwoordig is alles gewoon gehackt. Dus het maakt allemaal niet meer uit. Maar ja, ik vind het in ieder geval enorm jammer. Ik ben enorm teleurgesteld eigenlijk in Call of Duty. Want ik weet dat er gewoon ja, retards bij zijn die graag willen hacken. Dus ja... daar kan ik dan voor de rest ook niks aan doen. Maar ik vind het gewoon erg dat deze game gewoon zo makkelijk te hacken is. En ja, verder rest heb ik er niet heel veel over te vertellen. De gameplay is natuurlijk niet leuk of zo. Want het is, ja, ik word gewoon constant genaaid. Dus, ja, je weet gewoon niet wat je moet doen. En ik ren maar gewoon constant rond. Want ik wist gewoon dat ik deze gameplay ging gebruiken voor een video als dit. Want het ging echt niet meer om de kills. Ik wou gewoon laten zien hoe achterlijk dit spel nou eigenlijk is. En wat de hack een beetje inhoudt. Maar in ieder geval... ik hoop dat jullie de video niet leuk vonden. Want ik vond hem in ieder geval niet leuk. Dus ik zou zeggen, laat ook zeker geen like achter.
En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan. En hopelijk wordt het snel gefixt. Houden we.